Dat is een... Een moeilijke vraag zeker. Een moeilijke vraag. Waarom stotter je eigenlijk? Dat is een... Een lang verhaal. Daar was ik al bang voor. Kun je er geen film van maken? Van de hoogste plaats van Arantxiqua, de hoofdstad van de republiek Chiquita. Daar waar een kleine groep idealistische guerrilleros probeert de junta, gesteund wordt door de imperialistische Amerikanen, te verdrijven. Dat, laten we aannemen, ik ben een journalist. Lang, heel lang geleden, toen jij nog niet geboren was, speelde jij op straat. Toneel. Met de bedoeling het lot der mensheid te verlichten. Samen met je compagnon Johnny probeerde je een brug te slaan tussen egoïsme en solidariteit. Op straten en pleinen, spelend voor twee mannen een paardenkop. Je act bevatte een vreemde mengeling van actu en banaliteit. Ik krijg een ongelofelijke last van buikloop. Wat als ze zelf niet zo erg zou zijn als de rest gewoon mee. De specifieke gaven kwamen al snel naar voren. Huisvrouwen de stuipen op het lijf jagen, invalide kwetsen en in de maling nemen. Alles onder het motto. Zo cynisch, dames en heren. Is de revolutie. Ah, toch nog publiek. Tot ik besluit te breken met al die volgeprogrammeerde onzin. En slechts gewapend met mijn camera trek ik de jungle in. Geteisterd door mesquite, mijn wegbanen door het laaghangend lovers. Spruikelend over blinde geleidestokken, baal ik mij weg door het jungle. Vooral in de vorm week je af van het traditionele vormingstheater. Je benutte de omgeving, greep elke mogelijkheid om te improviseren aan. Je stijl was nieuw, fris en eigentijds als een wasmiddel. Je speelde pantomime voor de blinden, maakte hoorspelen voor de doven. En als je handen tekort kwam, gebruikte je zelfs je elleboog. Het doel heiligde de middelen. En dat sprak vooral de jeugd erg aan.
tegen die commandant van het regeringsleger. Ik zeg, kijk eens hier, we zijn hier bezig met een promotiefilmpje voor een semi-fascistoïde Amerikaanse hardrockgroep. En ik krijg vroeg ik, wat voor Zeelanders is dan engagement? Want dat kan je nog afdoen met een protestliedje en een gitaar. Maar waar laat je je vroeg ik? Dus ik erachteraan. Zij het op veilige afstand. De grote mode in de bourgeois theaters was publieksparticipatie. Ook jij deinsde er niet voor terug toevallige voorbijgangers bij je act te betrekken. Jij hoefde jezelf niet zo nodig op de voorgrond te dringen. Inspraak, medezeggenschap, samen delen en democratisering. Dat waren de sleutelwoorden. Waarom wij de sigaar? Hij een bolknak, ik een Havana. Je had een heel eigen kijk op het veldwerk. Het verspreiden van pamfletten was je zwakke punt. Je vocht tegen de bierkaai van de hippiecultuur. Bloemenkinderen die liefde tegenover geweld wilden zetten. Maar dat was een vlucht, geen realiteit. Daar ging het om. Realiteit. Revolutie. Omwenteling. De dood aan het kapitaal. Ontwaakt, verworpenen der aarde. Demonstraties. Provocaties. Vietnam. Chili. Hoogmoedig, ga je met je linkerhand zijn rechter hartkamer binnen. Je trekt een kransslagader open. Je hebt één bloedsomloop. Je bent één. Je speelde dat je een geëngageerde journalist was die in de Bananenrepubliek Chiquita een doofstomme vrijheidsstrijder ging interviewen. Maar er was één probleem. Hoe kreeg je hem aan de praat? Door een stommiteit van jou werden jullie gevangen genomen. In de nacht voor de terechtstelling probeerde je hem uit te leggen dat je het goed bedoeld had. Maar hij was doof en het was donker. Het enige dat je kon doen was voelen. Die nacht voelde je je één. Maar de volgende dag wachtte het vuurpeloton. Je doofstomme vriend werd geblinddoekt en jou namen ze je bril af. Dat is toch een heel gedoe om erbij te kunnen komen. Weer krijg ik een bar in mijn rit. De muziek is nu zo luid dat we de schoten nauwelijks meer kunnen horen. Zodat we nog vlug hadden kunnen bukken voordat de kogels bij ons waren. Nu heeft mijn linkerhand de rechterhand van mijn doofstomme vriend te pakken. Maar hij duwt mij van zich weg. Heb ik dan alles gedroomd? Circus Knieval brengt een bezoek aan uw stad. Hier is Circus Knieval met het programma van Allure, de internationale artiesten. U kunt gaan zien onze jongleuse, mademoiselle Monica, onze roosdierendonteur César Tumpo. En toen kwam het circus voorbij. Was het toeval of de voorzienigheid? Weg waren je zekerheden. Je ging op zoek naar je eigen identiteit en begreep dat als je de wereld wilde verbeteren, je het beste kon beginnen met jezelf. Er was onmiddellijk iemand die inzag dat als jij je ging verbeteren, hij er ook beter van kon worden. Een paar jaar en wat meer concessies later stond je helemaal alleen in het grootste theater van het land. Huisfraude stuipen op het lijf jagend, invalide kwetsend en in de maling nemend. En dat sprak vooral de jeugd erg aan. Het kind vraagt aan de moeder: wanneer zal ik gelukkig zijn als ik de essentie van het bestaan benadruk? Of als ik de essentie van het bestaan gebruik? O, zegt de moeder, dat is een lang verhaal. Jammer, zegt het kind, daar hou ik niet van. Kun je er geen videoclip van maken? Disco dancing in the street.
Nou, net als je je leven wilt verbeteren, gaat de telefoon. Ja, wie bent u? Oh, dat doet er niet toe. Waar belt u dan voor? Het Knip. Wat is Knip, als ik vragen mag? Katholieke Nederlandse Invalidenbond, daar bent u van. Dus u wou er in de gauwigheid even beweren dat u katholiek was en invalide. Dus u bent eigenlijk dubbel gehandicapt, zou je kunnen zeggen. Oh, dat is wel weer leuk. Hij mag zijn auto in de kerk parkeren, dat is wel weer leuk. En er is plaats genoeg, hè? Nou, zeg eens even, wat kan ik voor u betekenen? Een musicaletje in elkaar flansen voor jullie feestavond. Zeg, mag het een beetje kwetsend zijn? Nou, ik wil mij graag weer eens wat profileren in progressieve zin. Ja, ik heb er genoeg van dat het establishment nog langer tegen mij aanleunt en mij op de schouders kletst en op de dijen slaat in volle zalen. Want wat koop ik ervoor? Komen wel eens mensen naar je toe die denken je een plezier te doen door te zeggen... En mijn moeder vindt u nu ook al leuk. Alsof ik een goddom op uit ben om dementerende oude wijven... die het gebit van pure ellende aan de bek valt een beetje te behagen met mij. Sorry. Nee, niet ten koste van jullie. Nee, ik wilde juist afteral laten uitkomen dat gehandicapten... de enige normale mensen zijn die er nog zijn. Dat heeft u liever niet. In verband met de subsidie. Ik begrijp het. Nou, weet je wat u doet? Blijf even hangen. Dan ga ik... Sorry, maar dat kan ik door de telefoon niet zien. Blijf rustig liggen. Dan ga ik hier... Dan ga ik hier een beetje in het wilde weg improviseren. En, ja. Het speelt in een Noord-Nederlandse katholieke enclave. En dan leg ik later wel uit wat enclave is. En in die Noord-Nederlandse katholieke enclave... staat een gefrustreerde hardrocker in een snackbar... tegen een flipperkast aangeleund. En de eigenaresse van de snackbar zegt... Lubbert, dat is nou al de vierde speelautomaat die je deze maand zwanger maakt. En Lubbert heeft er onvoorstelbaar de smoor over in... want er is een zogenaamde moderne pastoor naar het dorp gekomen. Die heeft in al zijn progressiviteit... de kerkdeuren wagenwijd opengegooid. Die heeft van het altaar een disco-achtig dansvloertje gemaakt. En die staat daar elke zondagmorgen om 10 uur... staat hij daar op dat altaar te preekdansen. En de kerk zit boordevol met jonge maagden. En dat is lang geleden. En die persoon die denkt, ik maak mij tot tolk van progressief katholiek Nederland. Ik bind de jeugd aan mij. En bij voldoende getalsterkte scheiden wij ons af. En dan breng ik het misschien ooit nog wel eens tot... alternatieve pas. En Lubbert in die snackbar denkt, zover mag het nooit komen. En als op zondagmorgen het orgel doorklinkt... door de geopende kerkdeuren tot in de snackbar... staat Lubberts besluit vast... Ik rij met mijn motorfiets het altaar op en ik breek die pastoor erbij de benen. En hij loopt naar buiten en geeft die motor een slinger. Flip. Alweer flut. Ik zit een vuiltje in het fluttertje. Hij krijgt hem niet aan de praat, het lijkt wel of de duivel ermee speelt. Hij geeft hem nog één slinger. Raf. En Lubber springt rop. Gooit hem in zijn 1, 2, 3. En die koster in die kerk,
Die dingen worden een pokkenherrie buiten. Weet je wat? Ik gooi de kerkdeuren dicht. Baf! En net op dat moment komt Lubbert oerend hard. En die rijdt tegen die... Baf! En tegelijkertijd wordt die pastoor op dat altaar getroffen... als door een bliksemflits bij heldere hemel. En die stort voorover als Saulus op weg naar Damascus. Baf! Hoe vindt u het tot zover? Ik weet niet waar ik de moed vandaan haal om hier voor al die mensen zo te beginnen, maar... Nee, dat weet ik ook verschrikkelijk. Niet. Verschrikkelijk. Echt. Chocant, gênant, generend vind ik het. En ik spreek ben, niet u nou, ben u dan helemaal vooruit België gekomen om dat hier even te komen... Even te... Hoe weet jij dat ik uit België kom? Nou, u ziet er nogal gehandicapt uit. Ja. Ja, dat vind je leuk. Zo'n dingen vind jij leuk. Dat vind ik echt leuk, maar ja, ik moet me eruit een beetje uitzien er even natuurlijk. Ja. Maar dat had mij nog pas verwittigd. U wist ervan. Ja. Nou ja, had maar u misschien beter niet kunnen komen. Hè? Nee. Maar ik kon het niet geloven toen ze het mij vertelde. Nou, ik wou graag, als u geen bezwaar, even doorgaan. Ja. Als u niet verdragen kunt, dan moet u maar gaan. Ja. Nu stuurt u mij er nog uit ook. Nou ja, er zit voor u weinig anders op dan te blijven zitten, maar... Goed, maar dan ga ik toch maar. Verschrikkelijk vind ik het. Bang! Hekste. Hoe? Waar is die vlijmscherpe toon van nog geen 8-9 jaar geleden toen het publiek sidderend tegen zijn stoelleuning zat gedrukt? Dames namen gewoon ondergoed mee om in de pauze gauw van het roep te kunnen verwisselen. Dat was de sfeer die gold. Een heel andere kijk op de samenleving. Ik grijp de microfoon en ik zeg ring, 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 ring. Afgepakt van een Jehovah-getuige. Ik zeg, ik gooi de deur dicht, hoor. Ik gooi de deur dicht. Dat moet je zelf maar weten. APPLAUS.
misschien. Je kon het cliché van de roem niet langer aan. Het publiek had je bedwongen. Je voelde je een getemde leeuw. Er moest iets gebeuren. Een nieuwe show moest er komen. Maar repeteren is nooit je sterkste punt geweest. Ik ga even een hoogwerker halen. Gooi even dat ding naar beneden. Die. Pak hem beet, kijk uit, hij... Bang! Pak ze... Bang!
Bang! Bang! Bang! Bang! Die leer! Bang! 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 Иди сюда. Иди, иди. Ну что ж, что ты боишься? Я тебе все могу сказать, все про твою жизнь. Все. Про будущее. Так что, Лео. Заи? Я тебе все объясню, ну я тебе все расскажу про твою жизнь. Иди со мной. Пойдем, сядем туда. Пойдем, пойдем, не бойся так. Ну идем. Ну, я тебе все объясню. Твоя жизнь не такая ужасная. Ты теперь заика, но это пройдет. Вот. Ты знаешь, я тут все могу видать. Тут и потом в руке. Ты знаешь, в руке тоже видно. Там не беспокоиться. Я тебе все объясню. Ты уж не бойся. Дай мне твою руку. Ну, давай. Давай руку. Дай эту рука. Ну, давай. Ну, что ты? Ну, ты же большой мальчишка. Давай руку. Je had naar een psychiater moeten gaan, maar gierig als je was, kwam je bij een waarzegster terecht. Ze nam je bij de hand en toonde je je verleden. Wat je moe?
Это так было трудно. Я это еще тебе не так могу сказать. Но мы сейчас увидим твою приятность. Dames! 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 Marion staat voor haar opzicht. De hoofdstad van de Republiek, Chiquita. Daar waar een kleine groep idealistische guerrero's probeert de junta, gesteund wordt door de imperialistische Amerikanen, te verdrijven. Nou, laat waarnemen. Ik ben een journalist. Het is mijn ambitie om ooit nog een chef documentaire programma's bij de televisie te worden. Immers, hoe slechter de wereld, hoe beter het de chef documentaire bij de televisie gaat. Dames, nee, journalisten, maar hij doet mij van zich weg. Heb ik dan alles gedroomd? Heb ik dan alles gedroomd? Heb ik... César Tutso en zijn koningsleeuw, onze bicycletiste... Realiseert hij zich nu pas dat ik hem rechtstreeks naar het vuurpeloton geleid heb? Plotseling leunt hij met zijn rechterschouder tegen mijn linkerschouder. Dus toch, ik doe een stap naar achter, maar hij ploft dood aan mijn voeten neer. Dan is nu de beurt aan mij. Vooruit vuurpeloton, maak er een einde aan. Ik had gedacht, chef, documentaire programma's bij de televisie is het hoogst haalbaar. Maar er blijkt ook nog een martelaartje in mij te schuilen. Schiet mij neer, schiet mij neer. Ну что ж ты плохо дышишь? Посмотри. Да, да, пробуй, пробуй. Как это не выходит? Еще раз. Ну, пробуй. Haar diagnose had geen psychiater haar verbeterd. Hyperventilatie. Veroorzaakt door een knaleffect in de jeugd dat traumatisch was geworden. Er volgde een pijnlijke confrontatie met het heden. Een opgespoten groentehandelaar en een ambachtelijke slaaf lopen na afloop van een mislukt vredesberaad een stukje op met een zojuist kunstmatig bevruchte non die haar rol als draagmoeder overste wil vervullen. De kloosterzuster glijdt uit over een bananenschil en roept pathetisch, was dit Gods wil? Nee, zegt de groenteboer, een bananenschil. De held raakt vermoeid. Hoe is het mogelijk dat dit soort grappen er na zoveel jaren dan toch uit beginnen te komen? Misschien is toch wel het meest pijnlijke de manier waarop erop gereageerd wordt. Tring. Tring, hou even op, laat me even dat verhaal nu uitvertellen. Tring, en het tring, laat me even dat verhaal uitvertellen, ja? Wie nu weer? Het knip. Kijk, Lubbert rijdt met zijn motorfiets tegen die kerkdeur op. Die is verlamd aan het onderlichaam en daar komt u erin. Ja, nee, de hele club doet mee, want we gaan namelijk met het hele dorp naar Lourdes en daar kunnen we wel wat figuratie gebruiken. Nee, die pastoor slaat om van progressief naar conservatief en die zegt, we gaan met Lubbert naar Lourdes, want Bernadette krijgt hem wel weer overeind. Ja, ja. Ja, en dat ik dan nog iets aan liefdadigheid erbij doe. Ja, ja, dat zal ik, nou, parodierend, laat dat maar aan mij over.
En die pastoor die denkt, we moeten voor Lubbert een invalidewagentje bij elkaar zien te sparen. Weet je wat? We organiseren een talentenjacht. 3 dagen later gaat bij mij de telefoon. Of ik zin heb om in de Noord-Nederlandse katholieke enclave een talentenjacht te presenteren. Goedenavond, dames en heren. Talentenjacht. Was het maar waar. Mochten we al die talenten onmiddellijk bij opkomst maar afschieten. Maar helaas, we zijn aan een paar regels gehouden. Onze eerste kandidaat vanavond, kan het clichématiger, is iemand met een zogenaamde playback act, een bandparodie. Onze eerste kandidaat. Start de band maar. Onze laatste kandidaat. Goedenavond meneer, wat gaat u voor ons doen? Zeg, ik kan u niet zo goed verstaan. Hij zegt, goochelen. Ik zeg, kan u niet wat duidelijker praten? Nee, dan flikkeren die knikkers even weg. Nou, geef me gewoon een hand. Kan donderen die pakieten onder mijn oksels vandaan. Ik zeg, maar waarom gaat u niet gewoon rechtop staan en bijt dat konijn in mijn eikel? Ik zeg tegen hem, gaat uw gang. Hij zegt, dank u wel. En binnen de kortste keren hadden ze voor Lubbert een invalidewagentje bij elkaar gespart. Maar die pastoor was nog lang niet tevreden. Hij wilde met het hele dorp naar Lourdes. En ze huurden een bus. Ze pasten er allemaal in. Op 1A. Maar ach, Lubbert kon er op eigen gelegenheid wel achteraf. Tegen het vallen van de volgende avond kwam deze folkloristische optocht aan de voet van de Pyreneeën aan. En voor het eerst van zijn leven zagen zij in volle glorie. Het bleek daar in Lourdes duidelijk een aflopende zaak te zijn. De pastoor die dook de kathedraal in om te gaan bidden op de goede afloop. En de dorpsbewoners doken de kroeg in om er een te nemen op de goede afloop. En ze dronken drankjes puur, die de Fransen zo verstandig zijn met een deel of 4, 5 water te nuttigen. En toen ze s'nachts om 1 uur de kroeg uitgemieterd werden, was het hele dorp lam, behalve Lubbert, want die was half lam. En met als enige houvast zijn wagentje zochten ze zich een weg naar hun tweede rangs hotel. Ze liep over het grote kerkplein en bij toeval stuitte ze op de bassins met het geneeskrachtige water. En er liep een bedrijvige non omheen die zei, dit water is in geen jaren verschoond en heeft daardoor zijn geneeskrachtige werking behouden. En iemand zegt, wacht maar eens tot er een aids-patiënt ingelegen heeft, dan zul je er nog spijt van krijgen. Nee, zegt die non, ik krijg nooit ergens spijt van. Oh, denken ze, dat moet dan non je ne regrette rien zijn. En de sterkste man van het dorp pakt Lubbert bij zijn lamme kladden. En hij tilt hem in de groene zooi, houdt hem enkele seconden onder, beurt hem op. En er is een wonder gebeurd. Lubbert leeft nog. Ze leggen hem neer op het plein voor de basiliek. En gaan er in een halve cirkel omheen staan. Doe maar, Lubbert, jong. Dan moet je hem warm maken, Lubbert, hè? Doe maar, jongen. Ga maar gauw staan, Lubbert, jong. Doe maar. We blijven wel even wachten, Lubbert. Doe maar, jongen. Doe maar. Kijk maar even om je heen, Lubbert.
We kunnen het allemaal, dus moeilijk kan het nooit wezen. Doe maar, jongen, doe maar. Ga maar lekker staan, Lubbert, hoor. Doe maar. En bij opschiet kunnen we nog niet terug over Parijs, over de hoeden, Lubbert. Doe maar, jongen. Ga maar staan, Lubbert, doe maar. Doe maar, Lubbert, jongen, doe maar. Ga maar staan, jongen, doe maar. Lubbert, die moet al die vernederingen maar over zijn kant laten gaan en... Als hij zich niet meer kan beheersen, dan roept hij... Pottenkijkers. Pottenkijkers, sodemiet erop. Een benenvaartsoord is geen toeristenattractie waarom de 10 minuten een mechanisch wonder gebeurt. Eén voor één maken de dorpsbewoners dat ze wegkomen. En als ook de bus zich uit de voeten maakt, ligt Lubbert helemaal alleen, midden in de nacht, midden op het plein. Maak het maar iets donkerder, dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. En hij voelt een merkwaardige sensatie in zijn linkerkleine teen. Het lijkt wel of God er met zijn grote rechter tegen aandrukt. Halverwege de nacht liggen ze met de onderlichamen tegen elkaar en hup, daar stroomt Gods vloeibare almacht terug in Lubbert's sappige invaliditeit. Net zolang tot de niveaus gelijk staan. Overmoedig gaat God met zijn rechterhand Lubbert's linkerhartkamer binnen. Hij trekt de kransslagader open. Ze hebben 1 bloedsomloop. Ze zijn 1. Op dat moment komt de pastoor de kathedraal uit. Het eerste dat hij ziet is Lubbert. En hij denkt zo, die heeft de flipperstand alweer te pakken. En die pastoor denkt, een wonder. Een wonder, 1 mijner parochianen weer op de been. Met dit mirakel op zak ben ik binnen de kortste keer bisschop. En als ik eenmaal bisschop ben, dan moet ik een beetje mijn conditie op peil houden. En zorgen dat die van de collega's verslechtert. En dan word ik vanzelf aartsbisschop. Nou, eenmaal aartsbisschop moet het wel heel raar lopen. En Lubbert, die zich nog maar nauwelijks realiseert dat hij weer met beide benen op de grond staat. Lubbert zegt, o Heer, aanvaard in alle nederigheid uw dienstknecht Lubbert, die zijn leven ootmoedig in uw hand legt als gereedschap voor het heil dat u de wereld brengen zult, zal intreden doen in de strengste orde die uw moederkerk kent. En die pastoor denkt, als ik eenmaal kardinaal ben, dan moet ik een beetje op een strategisch punt bij die schoorsteen gaan zitten, zodat die rook met de juiste kleur voor mij uit de schoorsteen kringelt. En ben ik paus, dan... En Lubbert zegt, oh Heer, de strengste orde is mij niet streng genoeg. Ik zal mij laten inmetselen in een cel met slechts genoeg ruimte voor hand en zweep om mijn rug tot bloedend toe open te slaan. Lispelend, horkend, stotend, prevelend. Uw naam en alleen uw naam, alleen uw. Ben ik zijn plaatsbekleder op aarde, denkt de pastoor. Dan zal ik zijn nog zijn plaatsbekleder in de hemel. Dan zal ik zijn zoon. Dan zal ik zijn. Lubbert zakt in elkaar en roept, Jezus Christus. Ну что с тобой? Вставай, вставай! Это твое будущее. Это будущее.
Moeder zegt tegen het kind: je vader ging eens naar een waarzegster. Mijn moeder zegt tegen het kind: je vader ging eens naar een waarzegster. Mijn moeder zegt tegen het kind: je vader ging eens naar een waarzegster. Ik zie het helemaal voor me. Die moeder zegt tegen het kind: je vader ging naar die waarzegster. En die waarzegster zegt die vader twee dingen. Eerste, u zult worden opgegeten door een leeuw. Dus die vader, een artiest. Ook stom ze die jongen. Ja, zegt die moeder, we hadden geen geld om naar Afrika te gaan. Nee, zegt die jongen, wie gaat er nou naar artiest als die zou worden opgegeten door een leeuw? Nou, zegt die moeder, je vader, het waren andere tijden, je had eenvoudig weg maar te gaan. En fijn, die vader die komt aan in artiest, ziet daar die vier bomen, denkt, ik ben benieuwd hoe die olifant er in de herfst bij zal lopen. Hij komt bij een kuil, gooit er een pocketworstje in, krijgt het terug in zijn gezicht en de stem roept, kan het velletje er even af. Hij denkt, dat moeten de leeuwen zijn. En met de leeuw als lege pop over je schouder stramde je vol zelfverzekerdheid. Alles kwam terug. En boven alles de woorden. Ze stroomden als vanzelf uit je mond. Je had weer iets te zeggen. Je eigen verhaal. Het was niet meer nodig open deuren in te trappen of te kwetsen om jezelf sterk te maken. Je zou het publiek laten zien dat je vrij was. Niet langer de slaaf van de omstandigheden. Overmoedig trok je je nieuwe harnas aan. Blind voor de twijfel van de waarzegster. Eén simpele knal kon je terug laten vallen tot een hakkelende stotteraar. En hij zegt tegen zijn moeder: wat gebeurde er nou precies toen hij eenmaal zich in die leeuwenkuil had laten zakken? Oh, zegt die moeder, die leeuw die snuffelde een beetje aan hem, likte een beetje oorsmeer uit zijn neusgaten. En toen, nou, je vader vertelde het verhaal van die waarzegster. En oh, die leeuwen die hadden er wel begrip voor, want ze vraten hem op. Oh, ja. Ja, die leeuwen zijn allemaal nog doodziek geworden. Ik heb hier de volgende dag de keuringsdienst van Waren nog over de vloer gehad. Die hebben nog een uitstrijkje van me gemaakt. Maar mam, hoe weet je nou zo precies dat hij is opgegeten door die leeuwen... en niet dat hij bijvoorbeeld sigaretten is gaan halen en nooit meer teruggekomen? Omdat, zegt die moeder, wij uit een leeuwenbek zijn linkerhand gered hebben. En nu naar bed.
Blijf ze die jongen, die waarzegster zijn twee dingen. Jo, naar bed. Maar die moeder spreekt geen Arabisch, dus het heeft geen enkele zin. Weet je wat die waarzegster zei, zei die moeder? U zult worden opgegeten door een leeuw en u krijgt een zoon die stottert. Waarop de jongen zegt, maar mam, ik stem. En hij zal voor lange tijd niet vaardig meer kunnen spreken. Die moeder zegt tegen die jongen, weet je wat jij zou moeten doen? Jij moet er eens even helemaal uit. En ze schuift het raam omhoog. En ze zegt, jij gaat naar Afrika. Wat jouw vader niet kon, doen we voor jou. En ze gaat naar een reisbureau, ze prikt een land. Ik zal niet zeggen welk, want dan kan ik gelijk met die voorstelling ophouden. Maar eenmaal in het Krugerpark aangekomen, sluipt die jongen uit die landrover. Want daar stikt het van in Zuid-Afrika, van de landrovers. Geweldig, dank u wel. Fantastisch, dames en heren. En wat gewaagd, enorm. Nee, daar ben ik heel erg blij omdat u dat... Ik was ook even verstoord, maar ik vind het heel dapper. Ik vind het heel dapper. Dat u even met dit politiek manifest komt op een avond die voor u tenslotte ook een uitgaansavond is. Dat vind ik heel fijn. Dat u toch even op zo'n moment zegt, terwijl u hier gekomen bent om uw suf te lachen, dat u toch even zegt, ja maar, komiek, luister eens even hier, er zijn ook nog andere dingen in het leven. Dat vind ik buitengewoon moreel hoogwaardig en... En daar heb ik diep respect voor. Buitengewoon. Nou ja, dat vind ik nou weer slijmerig. Nou, die jongen die loopt daar in dat Krugerpark rond. En komt bij een souvenirsteentje. En er staan een paar leeuwen omheen. En zegt een pakje turbostickers en twee ruikgummen. En een 12-inch remix. En een van die leeuwen zegt, dat is 3 Krugerrand. En de andere leeuw vraagt, met zegels? Leeuwenzegels. En leeuwenzegels, ja, is goed. Roept u maar hoor, dat is gezellig. Dames en heren, boven ook, als u iets te binnen schiet, flap het er maar uit hoor. Laat je niet op je kop zitten dat ze hier beneden leuker zijn. Degene die het leukste roept, die krijgt deze tas, ja? Er ontstaat tussen die jongen en die leeuwen ontstaat een band. Onvoorstelbaar ook. Dat een of andere verklede circusdirecteur er nog zich mee zitten vermoed. Al wel blij zijn dat je geen bang gaat zitten roepen hier. Toch ook vermoeiend ook die dingen. Het is leeuwenzegel en bleu band, ja. Onvoorstelbaar eigenwijs gedoe. Anders krijg je bleuzegel. Nou, dan hoef ik mijn boterham niet meer in te smeren. Dan hou ik hem nog liever onder een Zeeuws meisje, moet ik u eerlijk zeggen. Nou, Oké, dames en heren, roept u er alsjeblieft niks meer doorheen. Is alleen maar vervelend, irritant, storend. Kan er maar één de leukste zijn. Laat het blijven dat ik dat ben. Die jongen, die durft zich te midden van die leeuwen te bewegen. Zoals hij zich thuis niet zou durven bewegen. En hij denkt, oh, als mijn vader dit nog eens had mogen meemaken, dan had ik hier nooit gestaan. Hij denkt, de wereld moet dit zien. De wereld moet dit zien, te beginnen in Europa. En op een avond sluipt hij die slaapzaal van die leeuwen binnen. Hij trekt de grootste, de sterkste leeuw aan die haartjes hier, die ook het tweede mesje heeft laten zitten. En hij zegt tegen die leeuw... En die leeuw zegt, natuurlijk jongen. Die heeft nog nooit iemand normaal horen praten, dus wat maakt hem het uit? En die jongen zegt, ja, zegt die leeuw, we gaan liften. En ze beginnen in Dakar, want ze denken, er zal toch wel één auto zijn die terug naar Parijs moet. Ze staan dagen langs de kant van de weg. Mensen hebben liever een tijger in hun tank dan een leeuw in de cabine. En na een paar maanden komen ze aan in Europa en ze melden zich in Europa aan bij zo'n klein geinig circus.
Ach, dames en heren, u kent ze wel, die kleine geinige circusjes. Gezellige ongedwongen sfeer van armoede en bederf. Ach, er staat het wel zo'n oude geit die van achter een beetje aangefroomd is door een andere oude geit. En maar achter is nog maar een kleine geit. Artiesten zelf doen. En meestal zit er geen kip in de tent. En de kip die er zit, die loopt grote kans gedresseerd te worden. Misschien legt zij wel de gouden eieren. En de domteur en de leeuw, ze moeten werken in een piste zonder tralies. Logisch dat de mensen die er zijn vaak nog gekwetst de tent verlaten. Ach, er is een enkele fijnproever die dat nu juist het leukste vindt, maar van fijnproevers kun je niet eten. En hoe moet die domteur dat nou aan die leeuw uitleggen die die helemaal uit zijn natuurlijke omgeving heeft gehaald om hier honger te lijden? Stotteren heeft geen zin en het enige dat ik kan doen is voelen. Vannacht ligt de domteur naast de leeuw in zijn woonwagen. En heel voorzichtig gaat hij met zijn rechterbeen naar de linkerachterpoot van de leeuw. En hij wacht op een beetje tegendruk. Kun je je voorstellen? Ik zal het licht even uitdoen, dan kunnen we ons beter in de situatie inleven. Heel voorzichtig. Tot ze halverwege de nacht met de onderlichamen tegen elkaar liggen als twee communicerende vat. En hup, daar stroomt alle vloeibare ambitie van de domteur terug in de sappige ontembaarheid van de leeuw. Overmoedig gaat hij met zijn linkerhand de rechterhartkamer binnen. Hij trekt de kransslagader open. Ze hebben één bloedsomloop. Ze zijn één. En geloof dat ik een belangrijke vergissing heb gemaakt. Ze zijn één. Dat hebben de mensen nog nooit gezien. Ach, ze hebben wel eens een laf domteurtje gezien dat zijn hoofd in de bek van de leeuw stak. Maar een domteur die je helemaal au, 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 au. Maar een domteur die helemaal in de leeuw verdween. Dat hebben de mensen nog nooit gezien. En het kleine, geinige circusje wordt een wereldberoemd groot circus. En de directeur komt naar de domteur toe en zegt: je hoeft maar één concessie te doen. Je zult moeten werken in een piste met tralies, want ik kan niet langer hebben
dat mijn publiek gekwetst de tent verlaat. En de leeuw wordt razend populair. Binnen de kortste keren mag hij naar Hollywood om films aan te kondigen. Hij mag zelfs tussen de televisiereclames door allerlei malle fratsen uithalen. Uit je menu. En de dompteur wordt met de dag bedroefder. Iedere keer als de leeuw buigt de dompteur tegen wil en dank mee. En hij weet niet wat hem droeviger stemt. Jaloezie op het succes van de leeuw of medelijden. Medelijden met de koning der dieren. De ontembare. Die voor een klein beetje applaus door de knieën gaat. En op een avond ligt de dompteur in zijn woonwagen te slapen. En hij droomt. Hij droomt dat hij in de piste staat, maar hij zit niet langer in de leeuw. Hij staat ernaast. Wat moet hij doen? Het publiek wordt ongeduldig. De bek van de leeuw gaat open. De dompteur steekt zijn hoofd erin. De bek slaat dicht en blijft dicht. De dompteur raakt in paniek. Hij geeft de leeuw een keiharde klap op zijn kop. De bek gaat open. Hij haalt zijn hoofd eruit. Pakt een briefje van 1000 uit zijn zak en daagt het publiek uit. Wie van u durft dit? En er komt een oud vrouwtje naar voren dat zegt: ik, als je me maar niet zo'n keiharde klap op mijn kop geeft. De dompteur zit rechtop in zijn bed. En het honend gelach klinkt nog na in zijn hoofd. En laat hem niet meer los. En elke avond dat hij terugkeert in de piste, ervaart hij het publiek als vijandig. En op een avond besluit hij te breken met het verwachtingspatroon. Hij loopt naar voren. Hij slaat de tralies van de kooi uiteen. En begeeft zich te midden van zijn publiek. Dat in paniek uiteendeinst. En als hij bij de tweede rij is, klinkt er een schot en de leeuw valt dood neer. Eén ogenblik is het doodstil in het grote circus. Maar dan komt de dompteur ongedeerd tevoorschijn. En hij roept tegen de directeur die de rook van de loop der dingen blaast. Dan is nu de beurt aan mij. Schiet mij neer. Ik had gedacht, dompteur is het hoogst haalbare, maar voor mij zit er niet veel meer dan een martelaarschapje in. Jaag die blauwe boon door mijn blanke kersenpit. Schiet mij neer. En opeens beseft hij dat de woorden moeiteloos uit zijn mond stromen. En voordat er iemand bang kan roepen, zet hij zijn bril op. En hij ziet hoe het publiek oprukt in de richting van de directeur met de kennelijke bedoeling hem te lynchen. Zo makkelijk laten ze hun lievelingen niet van zich afnemen. En de dompteur voelt dat hij iets moet doen, maar hij staat aan de grond genageld.
Het is net een Belgische rijkswacht in een Brussels voetbalstadion bij een Europacupfinale. En ziet hoe de directeur een gebaar maakt in de richting van het orkest. Natuurlijk. Natuurlijk, denkt de dompteur. Doorspelen, anders gebeuren er nog veel grotere ongelukken. Zal moeten zijn. En avond keert hij terug in de piste. En maakt dezelfde grappen. Leeuwarden, leeuwen zijn, leeuwenzegel. Hij laat het vel van de leeuw prepareren. En avond aan avond vertelt hij het verhaal van de droom. Hij daagt het publiek uit. Wie? Wie van u? En op een avond komt er een oud vrouwtje naar voren. En dat oude vrouwtje zegt: ik wil je een hand geven. Een hand die we lang geleden uit een leeuwenbek gered hebben. Zou je de vraag nog één keer willen herhalen? Wanneer zal ik gelukkig zijn? Als ik de essentie van het bestaan benadruk of als ik de essentie van het bestaan gebruik. De dompteur, de jongen, de clown. Zegt: moeder. Vrouw die mij verwekt heeft. Ik heb mijn talent verloochend. Ik heb mijn gave verkwanseld. Maar ik zal boete doen. Ik zal boete doen. Nu ik weer kan praten, zal ik dit verhaal vertellen aan ieder die het wil horen. Aanvankelijk grote zalen, breed publiek, hunkerend naar gelach, applaus. Tot men ook daar is uitgekeken op mijn zouteloze praatjes. En dan ben ik bereid om op de hoeken van de winkelcentra te gaan staan. Net zolang tot ik de koopkracht nadelig beïnvloed en ook daar een schop onder me. En als ik gedropt word op de crossroads van het ghetto. Zelfs uitgekotst door mijn collega-outcasts. Als niemand, maar dan ook helemaal niemand meer iets met mij te maken wil hebben. Zelfs dan. Zelfs dan. Ben ik nog bereid om op zondagmorgen met deze tas langs de deuren te gaan. En als de laatste deur voor mijn snuffer dichtvalt. Als al mijn ledematen zijn afgekneld. Dan.
dan zou mijn boetetocht overgaan in een bedevaart. Dan zal ik naderen de plek waar de ontembare vergaderd zijn. Dan zal ik zijn een leeuw of zijns gelijke. Kom, kom, dames en heren. Gaat u rustig naar huis. Het is mooi geweest zo. Ik heb alles gegeven. En dit is nu niet bepaald het stralende hoogtepunt van mijn artistieke loopbaan. Kom, doet u mij genoegen en gunt u mij deze tocht alleen. Toon nou eindelijk eens karakter. Blijf daar nou niet zitten met een gezicht van ik haal er alles tot op het laatste kwartje uit. Kom. Pottenkijkers, zo er niet erop. Een bedevaartsoord is geen toeristenattractie, maar om de 10 minuten een mechanisch wonder gebeurt. Laat me gaan. Laat me zijn. Een leeuw. Of zijn het gelijk? Bravo! Bravo! Superclown.
Ja, danke schön. Heb jij die kleine jongen gezien? Hij is waarschijnlijk zo omgelopen. Kom mee, lopen. Doorlopen. Kun je dat verhaal van die leeuw vertellen? Je vader ging eens naar een waarzegster. En die waarzegster zei twee dingen. Vanzelfsprekend ging je bij mij in het circus werken, maar je zat me veel te veel bij de leeuwen. En ik wilde niet dat de geschiedenis zich nog eens zou herhalen. We moesten weg. Graag had ik het jezelf allemaal verteld, maar er was iemand die het net zo goed kon vertellen als ik. En misschien zelfs wel beter. Hé, je stottert niet meer. Nee, eind goed, al goed. Wat heb je nog? Ik geef hier ook een klap voor je kakaal. Op een
moeten om getoond te worden. Stol, wat is de waas, de wals van het hart. Als niet mijn vader, als niet mijn moeder, als niet mijn vader, mijn moeder. Dan was ik onherkenbaar geweest. Dan was ik nu ontembaar geweest. Hier is de wals van ja maar en als. Ja maar de meester als de pastoor. Al had geroepen liep ik nog door. Ach, was ik toen onrembaar geweest, dan was ik nu ontembaar geweest. Dan schuimde ik door straten, onuitstaanbaar uitgelaten. Omringd door mooie wijven, de hele dag een stijve boor. Plaatje in de rij. Een man, een man, een wals, zou ik geweest zijn als niet mijn vader leeuw was geweest, of als mijn moeder leeuw was geweest, en dan die zeeuw met die leeuw was geweest. De meester vaker ziek was geweest, als de pastoor niet katholiek was geweest.